We hebben de Max Verstappen van de Nederlandse muziekindustrie gevonden, André Hazes Jr. Met de snelheid van het licht race de Volkszanger uit de album Top 100. Na slechts twee weken is die plaat, getiteld op mijn lijf geschreven, nergens meer te bekennen in de hitlijsten. En dan beweert zijn label met droge ogen dat alles fantastisch gaat. Het is echt absurd hoe vlug André door de hitlijsten beweegt. En niet alleen absurd, maar ook een beetje verdacht. André kwam twee weken geleden binnen op 4, stortte vorige week in tot 55 en is nu nergens meer te bekennen. En daardoor zal er nog meer getwijfeld worden aan die aanvankelijke vierde plek: was die echt of was die gekocht? De mensen van André's platenlabel deden na die vierde plek heel erg hysterisch. Ze plaatsten meteen een advertentie in het AD en stonden voor de camera van Shownieuws. Hun boodschap: het gaat helemaal niet zo slecht als de mensen denken. Was hier misschien sprake van een tweetrapsraket? Eerst plek 4 kopen, daarna die AD-reclame? Je kunt er nooit achter komen, je kunt het nooit bewijzen en ze zullen het nooit toegeven. Maar insiders weten het zeker, vanuit het niet zo hoog tot helemaal nergens meer te bekennen is volgens hen onmogelijk. Zijn label en management kunnen als bewijs de statistieken laten zien van het verloop van streaming, zegt een insider. Daar hebben ze volgens deze bron inzicht in. Maar ik vermoed dat ze dat liever niet doen, want het zou wel eens pijnlijk kunnen worden als we de echte cijfers zien van het album, dat nu met recht een flop mag heten. Het allerpijnlijkst: door die rare stunt van André label krijgt nu ook iedereen mee hoe hard hij uit die hitlijst dondert. Deskundigen zien in dit hitlijst Fiasco het bewijs dat André helemaal geen artiest is, maar vooral een BN'er. André staat alleen in de schijnwerpers als er juice over hem is, niet als hij een plaatje heeft gemaakt. Toch gaat hij stug verder, hij is momenteel op Bonaire, omdat hij daar in een schrijverskamp zit voor alweer een volgend album. André heeft er een weekje aan vastgeplakt om vakantie te vieren met Monique Westerberg en hun zoontje. Het Jochie moet eigenlijk weer naar school, maar met zijn nieuwe school hebben ze wel afspraken kunnen maken over een reisje buiten de reguliere vakanties om. De vorige school wilde daar niet aan en daarom hebben ze hem daar weggehaald. Wat vinden de mannen van VI eigenlijk van dat hele hitlijst Fiasco van André? Volgens René van der Grijp is hij nou eenmaal geen goede zanger en willen de mensen gewoon een hazenstelg boeken die wat liedjes van zijn vader zingt. Weet je waar ik me nou zo aan stoor bij die jongen? Ik vind het zo zonde. Het leven kan zo makkelijk zijn. Hij vervolgt in VI, weet je, hij is geen wereldwonder. Ga lekker het land in en zing zes nummertjes van je vader, zes nummertjes van jezelf en twee nummertjes die niemand kent, en ze hebben een prima avond. Zonder zijn achternaam had hij ergens in een café in Sint-Jutemus gestaan, natuurlijk.